Aan het opnemen. Recording, yes. Oké. Okay. Ik heb Google opgestart, want het is zover. Ik ga zoeken naar een paard. En dat mag ik op Rick's laptop. Want gisteren heb ik geprobeerd op mijn eigen laptop, maar die is dus veel te langzaam. En dat is best heel spannend, want ik kan je vertellen dat hij heeft een gaming laptop. En dat ziet er allemaal ongelooflijk spannend uit hier. Maar goed, dat terzijde. Hoe begin je? Ja, ik begin maar gewoon op Google. En ik zoek op... Ik moet wel zeggen, ik heb gisteren natuurlijk wel een aantal dingen al bekeken. En dat heb ik ook opgenomen, maar dat is niet meer terug te kijken. Tenminste, dat ziet er niet uit. Dus een aantal dingen komen nu in de zoek, dingen al naar voren. Nou ja, goed. Dat maakt op zich denk ik niet zo uit. Ik begon met paard kopen. Oh, en enge dingen allemaal. Ik ken deze laptop dus niet. Er zitten heel veel enge knopjes op. Paard kopen. Daar kent hij al wel. Kijken. Pony Park Cities. Niet dat je daar koop een paard. Daar ben ik gisteren ook geweest. Ik heb daar inmiddels een account. Wat ik wel handig aan deze site vind, is dat je alles in kan vullen. Dus hier bij advertenties kies ik dan voor paarden. En dan krijg ik heel veel paarden. Nu moet ik alleen, je kan niet erin. Dus je kunt geen onderscheid erin maken. Dat vind ik wel vervelend. Dus je kan nu niet kiezen wat voor soort paard ik zoek. Dit is gewoon wat er is. En dit is waar je naar kunt kijken. Ik heb hier wel een paar paarden gezien. Die ik leuk vind. En die dan ook nog in mijn prijsklasse vallen. Dat is natuurlijk ook nog wel belangrijk. Voor niet meer dan 4000 euro aan uitgeven. Nou ja, kom er nabij. Deze paarden zijn allemaal jong. En hier zie je bijvoorbeeld een paard dat is M2, leeftijd 9. Fijn en braaf springpaard. Nou, 10.000, 15.000 euro. Dan gaan we eens naar kijken. Ik zoek natuurlijk sowieso geen springpaard. En heb al niet in mijn prijsklasse. Even kijken. Leuke Mary is zowel in de spring als in de dressuur uitgebracht. Is een leuk, welwillig paard. De informatie. Dat dacht ik gisteren ook. Foto's vind ik slecht, want je hebt hier dus een bewogen foto. Als je dan je paard wil verkopen, zou je verwachten dat je betere foto's neerzet. Deze is wel beter. Als je heel laag komt. Dit is een mooie foto. Overzicht. Dressuur L1, 11 jaar, Vos, KWPN, dat staat voor koud. Nee, sorry. Dat staat voor Koninklijk Warm Bloed Paard Nederland. Nou, zoiets. Nou ja, er staat verder niks in. Ik heb gisteren om meer informatie gevraagd. Ik moet wel zeggen, ik heb nog steeds niks gehoord. Dus ik ga hem dan ook echt moeten kopen, dat weet ik niet. Maar ik terug naar advertenties, dat vind ik ook een nadeel. Ik moet echt helemaal zo terug. Dus dat ik één klikje terug kunt. Pagina 3. Allemaal. Dressuur B, nou dat is prima. Leeftijd 7, Vos 160, 170, 4 tot 6000 euro. Zeer braaf Mary van Fleming met veel kwaliteiten. Kan super bewegen, wordt verkocht wegens ontbreken van klik. Deze Mary heeft een zeer consequente en gevorderde ruiter nodig. Ze is erg braaf in de omgang, loopt met gemak de trailer op en af en heeft geen stalgebreken. Filmpje te zien op YouTube, Zaza. Klik. Ja. Nou, even een filmpje gaan kijken.
Nou, ziet het uit als een paard dat nog wel het nodige kleren. Dus moet ik ook maar een B. Breken van klik. Dit is fijn, hier kan je een kind op weg sturen. Dus dat is wat ik zoek. Even kijken. Zoek lieve Mary, L1 dressuur, M springen en M eventing. Kan je een kind op weg sturen. Is heel braaf, lief, ook in de omgang. Ook met scheren bij de hoefsmid, tandarts, etc. Super braaf, heeft nog nooit een veulen gehad. Is nu 10 jaar. Prijs. Vraagprijs laten we staan. Foto's zien. Ja, nee, niet helemaal mijn. Ik vind haar ook wel leuk uitzien. Even daar wijsten. Wat foto's. Ziet er vriendelijk uit. In wegens tijdsgebrek kan ik mijn hobby niet voortzetten. Nieuw te huis belangrijker dan mijn. Eerst nog braaf, mooi, vinden leuk. Tekend dressuur. Alweer minder geschikt voor beginnen. Terug. Grappig dat ze allemaal super braaf zijn, maar niet geschikt voor beginners. Vraag je dus af hoe braaf ze zijn. Deze vind ik er toch wel leuk uitzien. Ik vind je het hier wel leuk. Dus dat nog grotere foto's. Ik heb namelijk vroeger een draver gehad. Daar heb ik een dressuurpaard van gemaakt. Het zijn wel stevige paarden, zeg maar. Ze zijn stevig, ze zijn gespierd. Dus dit. En wat voller. Voller gespierder, moet ik zeggen. Braaf van zadel is niet echt geschikt op de lange termijn van beginner. Ik vind hij nog wel leuk, kan springen. Ik vind hem toch wel grappig. Hij is ongelooflijk goedkoop, dus dat is altijd fijn. Je kan natuurlijk paard van alles aanleren. Goed, dan moet je contact hebben. Nou, hier. En dan moet je hem in gaan vullen. Telefoonnummer van de zaak maar, want ik heb eigenlijk niet zoveel behoefte om te bellen. Ik heb liever gewoon e-mail contact. Graag. Nou, ik wil veel meer weten, maar even voor nu. Ik merk de mensen soms niet eens reageren. Dan zit ik hele verhalen te tikken. 4, 2, 8, 9, 8. Verzenden. Ik haal die dingen echt. L, D, 9. Nou, gaan we verder zoeken. Nou, ik ga op deze manier deze site nog even verder. Maar je kunt ook een marktplaats zoeken, heb ik gezien. Die zullen we ook even laten zien. En dan gaan we naar dieren. Eerst dacht ik dat je ook gewoon alleen naar paarden kon gaan, maar dat is niet zo. Paarden en ponies. Dat is allemaal wel heel langzaam, moet ik zeggen. Maar goed, er staat wel veel op. Paarden. Nou, even kijken. Dan wil ik B. Dan moet je wachten tot die geladen is. Dan wil ik L. En eventueel nog M. Zo. E60 minimaal. Maar niet hoger dan E70. 7 tot 10 jaar. En 11 jaar moet ook nog wel. Oh. Nou ja, hier kun je dressuur, recreatie. Nou, ik wil geen springpaard met de rest en geen tuigpaard. Dus ik moet dressuur en recreatie hebben. Dan vind ik het niet interessant. Nou, dit zijn dan de paarden die te koop staan. En daar kun je dan tussen gaan kijken. Uit. Ik ga weer een linkje openen in mijn blad. Je rolt de foto's. Ja,
mooie merrie, mooie prijs. Hij is 15 jaar, dat is dan, ja, ik kan er denk ik nog 5 jaar mee doen, dus ik vind dat eigenlijk te oud. Maar dat het dan niet in de beschrijving bovenin staat. Bluebell, Sportmerrie. Leeftijd 7 tot 10. L, met foto's. Ja, het ziet er wel leuk uit. L is 9, trouwer, superbraaf. Oké, nou, dit ziet er heel leuk uit. Natuurlijk alleen even weten of ook Tessa daar een rondje op kan rijden. Maar goed, je kunt dus op Marktplaats kun je er van alles vinden. Heb je nog sporthorses, paarden te koop. En ook hier kan je dus paarden te koop kiezen. En bij paarden kan je zien welke prijs je wilt. Die wil ik wel, die wil ik wel, die wil ik ook nog wel. Wil ik stopmaat. En die. Rood, sorry. Leeftijd. Fijn dat je nog alles aan kan klikken. Ja. Zoeken. En dan kom je hier dus van alles tegen wat binnen je prijsklasse valt en welk paard je dan kunt, tenminste wat binnen je prijsklasse en dus je zoekargumenten valt. Dus hier ga ik ook nog even zoeken. Ik moet wel zeggen dat ik inmiddels een Excel aan ga maken, denk ik maar, van iedereen, van alle paarden. En daar ga ik dan inzetten welk paard waar gevonden is, maar ook of er gereageerd wordt, zodat ik niet stel dat ze op verschillende sites te koop staan, op verschillende sites op hetzelfde paard gaan reageren. Dat vind ik eigenlijk een beetje zonde. En als ze gereageerd hebben, het is niks, dat ik dat er ook even bij kan zetten. Ja, zo hou je een beetje bij of het wat wordt. Nou, dit is mijn zoektocht. Dus bedankt voor het kijken en ik zie je graag. Doei!